Dat was niet slim van mij. Eindelijk moet je eerst gewoon heerlijk op de zuid pakken. Ook vanwege het gewicht. Het wordt een Telia-cursus bandje plakken. En dan moet jij een vloeibaar draft hebben. Dat heb ik altijd bij me als ik op reis ben, aan de wereldreis. Ja. Om hem erop te leggen. Mooi, oh ja. Ben jij aan het draft zijn? Ja. Nee, gewoon afvalsmiddel. Heb jij daar wat bij? Nee. Ik heb het wel. Ik haal het wel. Ja. Je heeft nog geen haast hoor. Je moet je geen zorgen maken om wat velg. Dat is op de zorg. Ja. Is die blubs daar ook van? Nee. Nee? Nee. Kom op. Ik heb het zelf uitgedacht. Op mijn eerste wereldreis had ik dat probleem. En toen heb ik dat uitgedacht. Dat gaat me niet meer gebeuren. Dat ik ergens sta, dat ik niet zelf kan repareren. Het is natuurlijk niet zo makkelijk als naar een bandenboer gaan. Maar als die optie er niet is. Kregen ze een nieuwe velg, want die fiets was splinternieuw en het wiel was eruit gekruld. Maar we gingen naar het Kijk,
Nou. Ja, dat was hij. Dat was, bedankt. Dat was geen makkelijke. Dat doen ze het in het Midden-Oosten of in de Afrika ook mee. En je ziet dat het werkt. Ja, en goed. Het duurt allemaal alleen zijn tijd. We hebben alweer wat geleerd, Sjaak. Ja, wat dan? Ja, naar een motorzaak gaan als je kapotte band hebt. Ja, we handen zijn alle werk. Ja. En dat heb je nog af en toe hoor. Dan heb je de band erop zitten, mag je er weer af. Maar als dat nu gebeurt, dan ga ik morgen mee naar de motorzaak. Dit is zo oud. Dat het vast zit aan de... Nee, alleen maar hier dit. Maar hij wou er moeilijk af, dus we zal hij er ook wel moeilijk op gaan. Moeilijk op gaan. Ja, dat dan gaat hij al. Dat moet, toch gaat hij mooi. Dan kan ik mijn bandenpomp wel gaan gebruiken, maar dat ging het een hele goede. Maar we hebben liever dat je die voor jou gebruikt. Ja, dus ja, wel, ja. Weet je wat, dan knippen we eruit. Eigenlijk wel, ja. Daar hebben we niks aan, Jacques, zo. Het duurt alleen langer. Maar het is af en toe wel eens lastig om hem op de velg te krijgen. Gemaakt.
De camera ben ik al aan gewend. Die mensen die erbij staan, die doen mij veel meer. Daar heb je in Afrika geen last van. Je kunt trouwens beter Afrikanen hebben dan Aziaten. Ja? Afrikaan houdt afstand. Die staat net als jullie zo rond om te kijken. En de Aziaten, als je dan op de grond gaat zitten, dan sluit de kring zich boven je. Ja. Ja, dan krijg je helemaal geen lucht meer. Dat is behoorlijk, ja. En dat blijven ze doen? Ja. Die zet de complete weg af, hoor. De hele weg moet de politie aan de pas komen om, om de weg open te maken. Zo. Vaak meegemaakt. Dat is inderdaad het als neer de zet. Sjaak, wat heb je net gedaan? Een bandje geplakt. Wat was er aan de hand? De noodreparatie was een noodreparatie. En nou hebben we hem geplakt. Wat was jouw noodreparatie? Mijn noodreparatie die ligt hier. Ergens. Dit is mijn noodreparatie. Hoeveel kilometer heb je daarop afgelegd? Deze keer 300. Maar ik heb wel eens gehad dat ik er 2000 op rij. Was je bij tanken met lucht? Deze keer wel, ja. Hij zat, hij lekte een beetje omdat hij precies in het profiel zat. Okay, en daar is de band te dun. En hoe heb je je band nu gerepareerd? We hebben er een plakplaatje binnenin gelegd. Oké, en hoe lang ben je bezig geweest om die band te wisselen? Of de band wisselen, het plak? Ik denk ongeveer dat ik 2 tot 2,5 uur bezig ben geweest met de band te plakken. En hoe snel kan dat normaal zonder omstanders? Zonder omstanders dan kan ik dat in 1,5 uur, 2 uur maximaal. Dankjewel. Dan moet ik wel in mijn ritme zitten, want ik heb het nu al 2 jaar zo niet meer gedaan. Uitstekend. Dankjewel.